Ja, vandaag is het er eentje in mijn bureau. Zoals je ziet, veel post-its in een bureau. Inspiratie op maandag. Waarom neem ik hem vandaag even op in een bureau? Dat is omdat ik wou babbelen over hoe dat ik bij de CM eigenlijk gestart ben. Eigenlijk voordat ik gestart ben met de CM, wat ik dan juist gedaan heb. En waarom dat ik dat eigenlijk hier zou willen delen. Nu, eerst heel belangrijk. Waar gaat het vandaag eigenlijk over? Ja, en ik blijf eigenlijk altijd op dezelfde nagel kloppen. Het is ook gelinkt met de eerste eigenschap van Covia, proactiviteit. Je weet, ik heb al gebabbeld over dat je CEO bent over je eigen leven. En die een tuin waarin dat ideeën, gedachten oppoppen. En dat het eigenlijk aan u is hoe dat je daar dan mee aan de slag gaat. En deze keer wou ik het dan hebben over, ja, we hebben het ook al gehad over de Wheel of Life. Doelen stellen, hè, op lange termijn, waar wilde naartoe, wat wilde bereiken. En deze keer zou ik het eigenlijk willen hebben over een heel belangrijk concept in Covi. En heel cruciaal is ook in de keuzes die je voor jozelf maakt. Altijd even kijken of dat een goede stift is. Hè. Dus, waar babbelt Covi over? Nou, we doen zo schoon, hè. Een doel tekenen. Hè. We kunnen misschien nog zo doen. We kunnen erop mikken. Voor alle duidelijkheid, in het model van Covi is dat niet voorzien. Ik hoop dat je dat kunt zien op het filmpje, maar dat erachter wel vaststellen. Dus waar babbelt Covi over? Of misschien een donkere stift pakken. Dat zal wat feller zijn. Dus dit noemt Covi de cirkel van invloed. En dit is de cirkel van betrokkenheid. En daarbuiten is eigenlijk de zone ja, waar dat er geen invloed en geen betrokkenheid is. Dus wat zegt Covi eigenlijk? Dus, en het filmpje rond proactiviteit gaat er bijvoorbeeld ook over. In uw cirkel van invloed zijn alle dingen waar je eigenlijk zelf vat op hebt. Dingen die je zelf kunt beslissen, die je zelf kunt doen. CEO van je eigen leven. De beslissingen die je neemt zitten in die cirkel. Jouw leven wordt natuurlijk heel fel beïnvloed door dingen die rondom je gebeuren. Als we even terugflitsen bijvoorbeeld naar het filmpje over die ideeën die oppoppen. Ik zal hem ook nog in de link bijsteken. Dus die ideeën die oppoppen. Hè. Het eerste idee dat in jouw hoofd, de gedachte hè, dat je in jouw hoofd oppopt, zit eigenlijk in jouw cirkel van betrokkenheid. En nu zeg je, ja maar Rudo, dat klopt toch niet? Dat is toch iets dat je volledig zelf in handen hebt? Het eerste dat je nu opkomt, heb je eigenlijk niet zo zelf in handen. Want dat, ja, dat ontstaat uit zijn eigen. En dat kan iets positiefs zijn. En dat kan iets negatiefs zijn. Wanneer ga je van je cirkel van betrokkenheid naar je cirkel van invloed, is eigenlijk wat dat je daarmee doet met dat gedachte. Dus pak dat je een slechte gedachte hebt en je begint daarop door te borduren, je geeft dat water, je geeft dat voeding, dan gaat dat meer en meer een grotere gedachte worden en gaat dat eigenlijk meer en meer impact krijgen, dus je meer en meer gaan negatief beïnvloeden. Wat je doet met die gedachten zit dus hier. Jij kiest van die gedachten te vergroten. Als je echter nadenkt van, tja, van wat komt die gedachte nu eigenlijk? Waarom springt er zoiets in mijn hoofd op? Dat voelt misschien aan als een vooroordeel of ook met dingen nog geen rekening. En gaat dat ons vooruit helpen, die gedachten? Of gaat dat eerder een blokkage veroorzaken? Dus als je dat denkproces initieert. En je denkt van, ja, nee, dat helpt mij niet en ik ga dat doen. Ook dat zit dus in je cirkel van invloed. Dus die negatieve gedachte die hier ontstaat, kan je hier zelf kiezen van, maak ik hier iets negatiefs van of maak ik hier iets positiefs van? Dan is het natuurlijk zot van hiervoor te kiezen, want dat brengt u niets vooruit. Als je kiest naar die positieve gedachte te gaan, dat helpt jou daar wel vooruit. Idem dito, the wheel of life, wat is dat? Er gebeuren allemaal dingen rond u. Je weet, die acht delen die je daar had. Hè. Uw familie, uw relatie, hè, financieel, uw werk, uw gezondheid.
Dat is allemaal voor een stuk beïnvloed in uw cirkel van betrokkenheid. Er zijn dingen rondom u die gebeuren, er zijn keuzes die moeten gemaakt worden, verwachtingen van andere mensen. Zelf die dat wiel invullen en zelf afwegen, waar ben ik nu, waar wil ik zijn en wat kan ik vandaag al doen om dat te bereiken, want dat is heel belangrijk in die doelen stellen, wat kunnen we vandaag al doen om die beslissing kracht bij te stellen, dat is eigenlijk weer in uw cirkel van invloed. Dus er is een hele verwevenheid, dus een bepaalde situatie zullen zich over het algemeen in die twee cirkels gaan bewegen. Dus er zijn dingen in uw cirkel van invloed, zelf interne dingen. Je kunt bijvoorbeeld ja, door genetica, door whatever, door vervuiling, door bepaalde medische klachten krijgen. En maar dan kunnen zelf beslissen, oké, die situatie is wat ze is, wat ga ik vandaag doen om daar iets aan te doen. Je kunt een accident hebben, een been verliezen. Je kunt kiezen om dan weg te kwijnen in self-pity, omdat dat toch zo oneerlijk is dat dat gebeurd is. Of je kunt gaan trainen, zodanig dat je toch weer de sport kunt doen die je vroeger deed. Niet helemaal op dezelfde manier natuurlijk, maar je zoekt naar oplossingen binnen je cirkel van invloed om dat op te lossen. En zo kom ik dus op het stukje wat ik ook overal gebabbeld heb, namelijk de doelen stellen en mijn start bij de CM. Dus de dag dat ik mijn interview ging doen bij de CM, online nog weliswaar, had ik voor mijn eigen op een papiertje geschreven, en ik wil het echt delen, want anders gaan mensen dat niet geloven, had ik op voorhand geschreven, volgende week vrijdag, het is dan zelf nog niet uitgekomen, want ik ben de volgende week dinsdag al gestart, volgende week vrijdag ga ik de go krijgen en kan ik starten als business analyst /PO bij CM. Dit is de start van een nieuwe carrière waar ik een groot verschil kan maken voor de mensen. Yes, I can. Rudo 6522. En als je kijkt op mijn LinkedIn, ga je zien dat ik de week daarachter effectief ook gestart ben bij de CM. En ik heb dat ding opgeschreven voordat ik mijn interview had. Hoe komt dat? Als je iets neerschrijft, is dat voor je brein een stukje commitment. Dat je echt zegt, ik engageer me en ik durf dat zwart op wit zetten dat ik dat ga doen. Ook handtekeningen en datum bijzetten maakt het nog formeler. En doordat je brein dat gelooft dat dat een commitment is, en dus dat ook gelooft dat dat al werkelijkheid is op een zeker niveau, gaat het anders omgaan met wat er rond u gebeurt. Dus een interview, cirkel van betrokkenheid. Ja, dat hangt af van die mensen die daarmee gaan babbelen. Wat zoeken ze naar? Er kan ook nog zijn dat er geen match is of zo. Maar dat zit allemaal hier. Je hebt geen vat op, kunnen zenuwachtig zijn, kunnen van alles doen. Hier is dat contractje tekenen. Wat geloof ik zelf? Wat wil ik zelf betekenen? En ik commit mij ertoe om daarvoor te gaan. Dat is een cirkel van invloed. Je kunt dat voor kleine dingen doen, je kunt dat voor grote dingen doen, maar ik ben er rotsvand van overtuigd dat die eerste eigenschap van Covey, ja, is op zich abstract. Ja, je hebt de keuze zelf en anderen. Ja, oké, ja, je kiest altijd zelf. Maar je hebt ook enorm veel tools die keuze altijd maar meer en meer kunnen versterken. Dus dat positief denken, dat is niet dat dat vanzelf is gegaan. Dat vraagt training. Sommige mensen zijn van nature heel optimistisch, maar ja, eigenlijk zijn we van nature ja, voorzichtig voor gevaar, hè, want dat tijger kan ons opeten. Dus we moeten ons eigen trainen van ons brein echt te laten naar dat positieve switchen. Dus ik zou zeggen deze week, stel u een klein doel, een groot doel dat je deze week wilt bereiken en zet het al op papier met handtekening. Tegen het eind van de week ben ik poep, dit, dat, ginter of daar. En kijk op het einde van de week of het ook uitgekomen is. Nu, het is geen lotonummers invullen. Je moet natuurlijk ook nog dingen doen. Het is een stap naar het doel. Je moet ook overtuigd zijn. Je moet het willen. En je moet binnen je cirkel van invloed ook keuzes maken gedurende die week om dat doel te bereiken. Maar op zich, het op papier zetten, gaat nog een stap extra zijn om dat doel te bereiken. Ik zou zeggen, weer veel succes deze week. Mensen die de vorige weken nog niet gevolgd hadden. Ik ben stilletjes dan ook aan het kijken voor een pagina te maken waar ik alle tips / filmpjes te samen kan brengen. Maar met deze tip kan je ook los aan de slag. Je moet de vorige niet gezien hebben. En je kan die erachter dan nog bijbenen. Dus ik zou zeggen, veel succes. Ik weet het is nog een beetje chaos, maar we gaan verbouwen. En dan gaan we daar een aparte ruimte hebben voor filmpjes op te nemen. Maar voor vandaag zou ik zeggen, toi, goede week. En we zien elkaar volgende week met de volgende tip. Bye.